Juist het idee van de Jong Klimaatbeweging is dat we heel erg kijken naar hoe zou de wereld eruit moeten zien. Of hoe willen we eigenlijk dat de wereld eruit ziet. Dus niet zozeer blijven hangen in wat is er nu mogelijk. Maar juist eigenlijk wat fantasierijker denken, zeg maar. En filosofie helpt daar heel erg bij. Omdat je juist de onderliggende waarden gaat bevragen. Van stel in het economisch systeem dat we nu hebben, eigenlijk het politiek systeem dat we nu hebben, dat daarin speelt economische groei een hele grote rol. Dat wordt eigenlijk gezien als de belangrijkste manier om mensenlevens te kunnen verbeteren. En filosofie gaat juist heel erg om dat soort dingen bevragen. Van hoe zit dat daar eigenlijk? En als we dat argument, die lijn van argumentatie doorvolgen, waar komen we dan terecht? En in die zin helpt filosofie dus best wel bij het klimaatdebat, juist omdat je wat dieper gaat kijken.